We zijn opnieuw samen voor ShopTIT, de 20e editie dit jaar. Dus eindelijk terug na COVID mag iedereen terug handjes geven en zien we elkaar terug live. Opnieuw een prachtige editie met 32 verschillende sprekersessies over een heel gamma, alles wat te maken heeft met informatie en technologie. Verder is er uiteraard een prachtige beursvloer waar verschillende standhouders het beste van hun kunnen en kennen eigenlijk aan de bezoekers gaan geven. Ik denk dat de voornaamste uitdaging voor Digitaal Vlaanderen is goed op de hoogte blijven van lokale besturen echt nodig hebben. We hebben heel wat in ons aanbod en ik denk dat we nog veel kunnen toepassen in lokale besturen. Wat we nu al hebben, maar nog niet toegepast is. Ik denk aan zowel ICT-oplossingen, data-oplossingen als kanalen-oplossingen, dus user interfaces. We hebben eigenlijk recent met Digitaal Vlaanderen ook een traject opgestart rond een team dat de digitale transformatie zal ondersteunen. Dus dat is één, het rond het proces. Het tweede deel is natuurlijk dat we met onze generische bouwstenen, die we eigenlijk beschikbaar maken voor die lokale besturen. En we hebben ook ons raamcontract 2022 dat open staat voor lokale bestuur. Dus die drie elementen zorgen ervoor dat we die digitale transformatie gaan kunnen ondersteunen richting de burger en richting die lokale bestuur. Ozo bestaat 10 jaar. We hebben de afgelopen 10 jaar gedaan. We hebben eigenlijk ingezet op standaarden in verschillende domeinen. We tellen er nu 123, dat is heel wat. Waar willen we eigenlijk in de toekomst verder op inzetten, is dat we die standaarden eigenlijk breder gaan uitdragen bij de publieke, maar ook bij de private sector. Maar we willen eigenlijk ook kijken naar standaarden on the edge, waarbij we eigenlijk nu zien dat niet enkel data en toepassingen worden gescheiden, maar ook in de toekomst dat die data en algoritmes worden gescheiden. Ik denk dat we samen met Victor een heel sterk iets begonnen zijn destijds in 2012, waar onze samenwerking eigenlijk sterkst in ligt, is dat Victor de contact heeft met de lokale besturen. Wij met de Vlaamse overheid hebben middelen en tooling om dat eigenlijk op te schalen. En eigenlijk dat partnership is eigenlijk van heel groot belang en zeer mooi. Met het Vlaams Datanusbedrijf willen we een katalysator zijn voor de digitale transformatie van de maatschappij als een geheel. Vandaag zien we soms dat data nog niet vlot stroomt. Daarom willen we onder meer inzetten op datastopcontacten, zodanig dat data even vlot toegankelijk wordt dan elektriciteit vandaag. Wanneer data stroomt, zal er meer data zijn en meer kans op innovatie. Nou, met onze Common Ground hebben wij als ambitie om de data, zoals wij zeggen, te splitsen van de processen. En dat sluit heel erg aan bij hoe ze hier in Vlaanderen denken over data moet gaan stromen. En als je data wil laten stromen, moet je die data ook voor meerdere doelen beschikbaar maken. Daar gaat ons Common Ground verhaal ook over. Welke standaarden horen erbij? Welke interoperabiliteit hoort erbij? Hoe maak je data beschikbaar voor meerdere toepassingen? Ik denk dat wij elkaar hier prachtig aanvullen. De uitdagingen zijn groot. We willen als Vlaanderen de Europese koploper zijn in het kader van Slimme Regio. We doen dat samen met Vlaago, ABB en Digitaal Vlaanderen. En met ons drie willen we ervoor zorgen en blijvend verzorgen dat alle Smart City-initiatieven van Vlaanderen gebundeld kunnen worden, gebracht kunnen worden naar lokale besturen op een coherente wijze. En dat we ook de initiatieven vanuit lokale besturen kunnen vertalen naar andere lokale besturen. Ik zie de rol van Victor als een partner, hè? Een partner in crime in deze tijden. En we hebben absoluut nood aan de lokale besturen om mee die burger in dat digitale proces te trekken. En voor ons is Victor daar een cruciale partner om dat mee te realiseren. De app van mijn burgerprofiel had ik al wel gehoord, maar het is toch een die we zeker moeten opvolgen. En ik had ook een sessie nog over werken op afspraak en cliëntbegeleiding, want dat is na corona toch ook wel een heel hot topic. Het is de manier om bij openbare besturen, zowel op IT-technisch als op managementniveau, met de juiste contactpersoon in contact te komen. En tegelijkertijd met andere leveranciers van ideeën te wisselen, te networken, want vandaag de dag gaat het toch al wat meer over samenwerking dan echt over concurreren. Thank you.